Oh, ik ben trouwens wel echt blij. Vandaag gewoon de laatste. We zitten eindelijk in de auto. Sarah heeft net geschaatst. Gino Vito Rossi. Dus ik ga ze eens even passen. Het is stom. Ik heb nooit zin om hem aan te zetten. Maar als ik dan eenmaal bezig ben, dan vind ik het eigenlijk altijd best wel leuk om te doen. Echt, ik vind het fantastisch. Goedemorgen. Oh. Het is vandaag zaterdag. En hier ben ik met mijn mama. Goedemorgen. Oh, ik denk al, wat ga je doen? Je was opeens weg. Zij was nog lekker de appeltje aan het eten. Ik was even wat berichtjes op mijn telefoon. Oh, veel te mooie buik. Die is voor mij. Nee. Jij was je appeltje nog aan het eten. Je peer heb je al op. Nee. En we waren even gezellig aan het kletsen. Beste ochtenden zo, hè? Je mag het spelletje. Zullen we kijken bij het spelletje? Ja. Ik heb me gedoucht en aangekleed. En ik bedacht me, ik vergeet elke keer weer te laten zien wat ik aan heb. Ik heb deze leuke trui weer aan van Levi's. Oh, de camera staat al een beetje hoog ervoor. En ook weer een Levi's manhoud broek. Maar ik leef het liefst in die broeken. En ik heb nog pantoffels aan. Dus schoenen, hopelijk dat ik die dadelijk niet vergeet te laten zien. Sarah is heel druk aan het knutselen boven. Dus ik ben vast brood aan het maken, want we moeten straks weg. Dus dan is het wel handig om tijd te geluncht hebben. Ik zat eerst te denken om een warme lunch te maken en toen dacht ik, nee, we hebben best wel veel brood. Dus we eten gewoon even lekker een boterhammetje. Gezellig met mijn pyjama meisje aan het lunchen. Ik ben geen pyjama meisje. Nee, je bent alleen maar een meisje in een pyjama. Nee, oh. Een pyjama meisje. Zo zielig, Sarah, die heeft een korstje bij de lippen. Want ze is elke keer zo droog dat de lip gewoon een beetje gebarsten is. Alleen, heel veel lipbalsem, die mag niet nu. Zo, ik kom lekker uit mijn woorden. Heel veel lipbalsems mogen nu niet, omdat we die allergietest hebben gedaan. Dus we zijn nu met vaseline begonnen, want dat mocht dan wel. En dan moeten we even gaan uittesten. Wat wel mag, hè? En wat wel goed gaat. Kiek. Waar is jouw mooie lach? Zit hij in je tenen verstopt? Nee. Moet ik in je tenen gaan kietelen? Zij was nog even gaan schaatsen met Marco. En ik vond het koud. Ik had geen zin mee te gaan. We moeten toch zo weg. Dus ik ben mijn spullen aan het pakken. We gaan zo langs mijn moeder. Want ik zou die klok van het spel brengen. En ik heb nog wat voor mijn moeder en voor mijn broertje. En Sarah had daarvoor gebeld, dus dat hebben we al afgesproken. Oh, ik ben trouwens wel echt blij. Vandaag gewoon de laatste dag vrieskou. Vannacht nog en morgen wordt het boven nul. Ik ben er ook echt helemaal klaar mee met dit weer. We zitten eindelijk in de auto. Sarah heeft net geschaatst. Ja, en dat wilde ik eigenlijk al gaan vertellen. Ja, dan vertel maar. Ik wilde vertellen dat ik aan het schaatsen. Ze zijn niet beschikbaar. Ja, ik zal even kijken, maar er zijn wel meer meldingen nu door de kou. Maar dat komt wel goed. Maar het was leuk toch, het schaatsen? Ja. Laatste dag, hè? Daarna gaat het echt dooien. Nee, morgen kan het toch? Nee, morgen gaat dooien, schat. Nee, maandag dooien. Nee. Maandag. Morgen wordt het al 4 graden. Ik weet niet of de camera het oppakt, maar je ziet helemaal zo'n ijspatroon in de ruit. En het is zo mooi. Nee, dat zie je niet. Nee, ik weet niet. Soms zie ik het hier niet, maar dan in het echt, als ik edit wel. Het is echt heel mooi. Het is heel dun. We zijn weer thuis. Oh, ik had zoveel dingen meegenomen die weg moesten, maar ik krijg het weer dingen terug. Dit is... Ik heb helemaal geen BH gekregen. Wel, hier staat niet. Oh, nou, ik had een bakje jus had ik bewaard voor als we iets hebben en ik wil jus en we eten bijvoorbeeld ook worst. Maar die was per ongeluk naar opa gegaan. Dus die heb ik terug. Ik heb ook weer allemaal lege bakjes. Terug heeft mijn moeder weer van mijn opa meegenomen. En ik ben heel blij. Ik heb deze schalen. Van die metalen schalen. Die gebruiken we altijd veel. En ik had er één. Ze hadden het er pas nog over dat ik er echt wel eentje bij moest. En nu heb ik er twee bij. Dat vind ik echt fijn. Vooral van de zomer. Ja, ik wilde er sowieso één bij. Misschien twee. Maar nu heb ik er dus drie. Wat ik heel graag wilde. Fijn, hè? Maar waarom gebruiken ze nooit?
Jawel, die ene gebruiken we echt heel vaak met hapjes of met barbecuen. Doen we op de ene rauw vlees en op de andere gebakken vlees. We hebben echt vaak dat we maar andere dingen verzinnen omdat we het niet hebben. En nu heb ik ze bij toeval, dus daar ben ik echt super blij mee. Ik had ook nog een tasje teruggekregen van Julie met kerstversiering. En zag ik heb deze gekregen, echt zo cool. Dus waar zijn ze van? Het staat aan de onderkant. Gino Vito Rossi. Dus ik ga ze eens even passen. Zeg eens me voor. Ze zijn een beetje groot, denk ik. Doe je wel voorzichtig, mop. Oh, boom. Oh, kijk. Ze zijn wel echt heel erg cool. Oh, je bent echt blij mee. Ik vind ze echt super, super leuk. Ja, ze komen uit de auto. Dus echt, het is wel ijs wat ik nu aan mijn voeten heb. Kwak, quick, kwak. Het is zo lekker. Oh, we eten. Sarah ligt lekker op het bedje, dus ik ga editen. Marco zit aan tafel ook administratie te doen, zakelijk. Maar die heeft zijn koptelefoon op, dus die hoort me niet eens praten. Echt te grappig. Dus ik ga ook even editen nu. Dan ben ik ook weer helemaal bij. Het is dus stom, ik heb nooit zin om hem aan te zetten. Maar als ik dan eenmaal bezig ben, dan vind ik het eigenlijk altijd best wel leuk om te doen. Ik heb gewoon nooit zin om eraan te beginnen. Oh ja, Sarah heeft trouwens een soort van nieuwe hobby. Die maakt tegenwoordig in alles waar ze de kans in krijgt, potten water met van alles erin. Nu zijn het allemaal knutselmaterialen. Wat was het nou vorige keer? Ik weet het niet meer. Maar echt, ja, ik weet niet of ik dit zo goed kan laten zien. Kijk, het is een soort aquarium of zo geworden. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Deze is dicht. Maar sommige zijn ook open en er zal wel eens in omgaan. Dus hoe blij ik ermee ben, weet ik niet. Maar ja, mijn kind heeft een hobby. Ik ga nu, ik moet mijn jas nog aan doen, voor de laatste keer de waterfles vangen. Want dit is de laatste nacht dat het vriest. Ik ben echt blij. Zo weer boven de 0 graden. Echt, ik vind het fantastisch. Ik heb dan nog even te ver gekeken. En ik heb twee ietsjes te laat gemaakt. Maar goed, ik heb nog wel heel veel gerommeld in huis vanavond. En nu ga ik lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!